Zo jongens, ik had wel echt heel veel zin om richting Spanje te gaan. Dus ik zit een beetje te wachten op de dag dat Gio's clickbait titel wordt. Ik ben mijn rijbewijs kwijt. Het laatste nieuws over Athena. We hebben bijna een relatie. Nou jongens. Jongens, ik heb ooit een domme fout gemaakt om best wel veel geld van mijn spaargeld in crypto te gooien. Dat ging toen... Dat... Heel erg goed. Een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik zit nu op mijn laptop te kijken naar vluchten. Want ik heb gisteren gezegd dat wij dus vandaag naar Spanje gingen. Was ook de planning. Alleen de vluchten zijn er opeens niet meer. Gio die wilde gisteravond boeken en ik keek vanochtend op mijn telefoon. En hij zei van, yo man, er zijn geen vluchten meer. Want de vluchten zijn al, geboekt iemand anders. Dus het vliegtuig zat vol. Alleen dat is het hele gekke. Het is geen vakantieperiode, niks. En toch kan je nu nergens meer vluchten vinden voor vandaag. Ja, waarschijnlijk gaan we dus inderdaad niet vandaag weg. Misschien morgen of misschien niet meer. Maar ja, ik ga zo even Gio bellen en vragen wat de bedoeling is. Want ik weet nu ook allemaal niet meer. Oh, 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 oh. Good morning, good morning. Good morning. Good morning, good morning. Dat was mijn oortje. Oh, je oortje. Ik dacht het vloerkaart een beetje. Nee, mijn oortje viel. Oh. Potjandoren, jongens. Oh, oh, oh. What a day. Ik zou dus... Ik hoor jou wekker echt heel vroeg gaan. Want het... Om 8 uur. Ja, wat ging je doen dan? Ik wil eigenlijk gaan editen. Snel. Ja. En ik wil wat doen. Waar? Alleen, wij zouden dus naar Spanje gaan. Gio en ik. Oh ja. Ging Gio dus gisteren de vluchten proberen te boeken. Is alles opeens weg. Alle vluchten weg. Alles vol. Nee, echt alles, gewoon geen enkele vlucht van Savia, iets, alles is gewoon vol. Hoe dan? Hoe dan? Misschien moeten jullie gewoon leren gewoon te plannen. Ja, misschien. En gewoon een goed plan maken in plaats van, oh, zullen we toch maar gewoon nu gaan? Doorlopen. Oh! Mijn banaan! Nou jongens, ik ga even een koffietje maken en een ontbijtje. En dan ga ik even lekker editen en dan zie ik het allemaal wel weer. Misschien dat het wel doorgaat, misschien dat het niet doorgaat. We zien het wel. Wat? Kijk, hij is echt leuk. Ja, hij is echt leuk, hij ziet ons. Hij zit daar. Bij het raam. kijk er. Oh, daar. Oh ja. Ik weet niet of ik elkaar ga zien. Heel schattig die aan het kijken is. Hier, hij zit daar. Schoon, jij blijft oh, kijken. Het is echt heel schattig. Oh jongens, als jullie dit zien, wil ik dan ook geen kat gewoon? Ja, wel. Een kat is zo leuk. Ik word er echt vrolijk van een dier. Blijft ook maar. Is het niet gewoon een beeldje? Nee, want hij keek er naar beneden. Nee, hij ging net alle kanten kijken. Hij is helemaal standaard geworden. Ja, hij is echt niet bewogen. Hoi hoi. Zal ik eens uit mijn raam gaan kijken? Ja, doe eens. Oh, een kat is wel echt zo schattig. Heel grappig, hij blijft gewoon heel stom naar boven kijken gewoon. Kijk, hij is nu naar Willem. Oh, maar kijk nu naar Willem, kijk. Willem, hij vindt jou leuk. Kijk eens eventjes jongens, wat... Een rommeltje. Moeten we niet even gaan opruimen? Nee, kijk jongens, de koelkast die sloot niet meer goed. Dus er is een man en die is het even helemaal aan het fixen. Maar moest alles eruit? Gelukkig zat er niet heel veel in. Als je zo kijkt als dit de hele koelkast is. Dan normaal valt... zit er veel meer in. Ja, bij een normaal gezin. Nou, chill. Oké jongens, ik ga weer doen met editen. Dag! Zo jongens, ik had wel echt heel veel zin om richting Spanje te gaan. Dus helaas waren vluchten volgeboekt. En wat Willem en Ruben ook zeiden, misschien is het volgende keer handig als we wel een beetje vooruit plannen, zeg maar. Ik ga zo wel richting Gio, want dan kunnen we samen het verdriet verwerken dat we dus niet kunnen vliegen helaas. Oh, wat hebben wij toch een stom zwaar leven. Het is echt niet normaal. Maar goed, ik ga die kant op en dan gaan we er een leuke dag van maken vandaag, jongens. En ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan eventjes, want meer dan 60% die naar mijn video's kijkt is niet geabonneerd. En dat is gek. Vind je niet? Dus abonneren! Nu zitten mijn wintervelgen er nog onder en ook mijn winterbanden. Maar ik heb zoveel zin in dat het straks weer gewoon dat ik straks gewoon weer mijn zomervelgen eronder kan zetten, jongens. Dan is hij zoveel dikker ook weer. Nu is hij helemaal anthraciet met zwarte velgen. Ja, dat wordt echt dik. Zo! Oh. Maar ik ga de auto instappen richting Rotterdam! Oh, dat moment dat je je auto aanzet en dat er staat nog 15 kilometer tot je moet tanken. Terwijl ik eigenlijk gewoon wil gaan. Maar dan moet je nu toch weer erg stilstaan. En tanken is duur. En dat is ook niet leuk, jongens. Het is allemaal. Het is wat een gezeik allemaal, hè. Wat een gezeik. Ik ben een fake in een weekend. Als ik touchdown, zie ik chicks naar mijn diep. Even wat oude tunes van Frenna draaien, jongens. Heerlijk. Oké, dan vind je het. Oh, mijn bonnet, Biggie. Was het dan? Was het dan? Was het dan? Was het dan?
Dan met mij en alle mannen gaat het goed. Je bent niet van de stad, ik weet niet wat je hier doet. De ober die komt rennen naar me toe als ik hem roep. Ik moet even op vakantie, ouwe. Ik moet wat tijd voor mezelf hebben. Kom mijn nummer niet vragen, je kaartje niet geven. Echt, ik ga je ook niet zelf bellen. Het is ongeveer een uur rijden vanaf Amstelveen naar Gio. Maar ik vind het zo lekker om gewoon in de auto even lekker los te gaan. Even lekker al die oude nummertjes weer luisteren. Heerlijk jongens, maar we zijn er bijna. Wat een kneus. Gio die rijdt nu voor me. Maar hij heeft mijn live locatie. Dus hij stond daar bij de rotonde. Zag ik hem eens, was hij hem aan het opwachten. Wat een leuke grap. Gio, wat een leuke grap zeg. En nu? Wat heb je hier nu aan? Oh. Wat een gek. Daar zijn we jongens. Potjandori. En wat ben ik toch hartelijk verwelkomd hier in Krimpen. Door deze lieve jongen daar. Kijk, hij heeft nu een heel interessant belletje, zie je? Ik weet niet of jullie hem zien, maar hij is heel druk met zaken en zo. Dat is van mij. Huh? Was deze van jou? Ja. Holy shit. Ja, eigenlijk van ja, denk ik. Maar? Ja. Er zat geen ruimte. Jij bent echt knap met deze lens, zo. Wij gaan gezellig richting de stad. We hebben geen idee wat we gaan doen, maar we gaan wel gezellig richting de stad. Nou, ik heb een stal. Zullen we even naar de Carhartt winkel? De Carhartt winkel? Ja. Waarom wil je naar de Carhartt winkel? Omdat, die hebben dus echt leuke truien. En ik dacht, misschien kunnen we gewoon even leuke truien kopen. Oh, sorry, jezus. Ik heb al een trui van Carhartt. Ja? Ja. Voor die haren, man, hier. Ja, weet je van wie dat is? Ook van Jaren. Van Sniff. Ja! Nee, die is toe. Oh, die ging best wel smooth. Die gooide er echt zo'n draaitje zo. Schaaf, hè? Ja, schaaf. Eigenlijk hadden we nu gewoon... Hoe laat is het nu? Ja, we hadden nu eigenlijk gewoon... We hadden nu in het vliegtuig gezeten. We hadden nu in het vliegtuig bijna gezeten. Ja, maar ik zei het ook al vanochtend in mijn vlog. Echt, we kunnen wel gewoon nog steeds gaan, hè, morgen of zo. Dat kan. Laten we straks nog steeds voor tickets gaan kijken. Ik wil echt daarheen. Ja, ik vind het ook leuk. Maar ik had echt zo gisteren gezegd... En morgen in de vlog, jongens, gaan we richting Zwolle. Ja, ik had dat ook gezegd, maar ja, wel. Maar hoe, ja, wat was er nou... Nou, ik zat gisteren te kijken en ik ging dus even Jaren afzetten. En daarvoor stond er nog een ticket vrij. Dus ik dacht, oh, ik boek hem zo, want ja, wie gaat er nu nog boeken dan? Dus ik kom terug, ik zie hem nog steeds staan, dus ik boek hem. Ik denk, ik krijg een foutmelding. Ik denk, kut, sorry. Dus ik dacht, ja, ik doe het opnieuw. Hij stond er nog steeds. Ik dacht, ah, top. Hop, boeken, foutmelding. Ja, dat was het. Was dit een te lang verhaal? Wordt het te langdradig voor je vlog nu, jongens? Ik zal het even helpen hoor, voordat de camera door de auto vliegt. Hoi, welkom bij de vlog van Vincent. Ik vind het gewoon laks, weet je dat? Willem en Ruben zouden ook gelijk tegen mij... Oké, maar jullie hadden ook toch gewoon iets kunnen plannen van tevoren? Ja. Vliegtickets. Maar ja, ik ben daar dus echt slecht in. In plaats van zeg maar om 10:30 tickets boeken. Ja, gewoon super les. Ja, ik heb het ook wel hoor, maar ik vind dat juist leuk in het leven. Ja, gewoon spontane shit. Gewoon daar hou ik van. Ja, daar hou ik ook van. Echt een rare toeter! Echt zo'n autotoeter, ja. Die in een film. Maar het is echt een oude toeter ook. Ja. Die auto komt uit 2015, hè? Ja. Oh. Iemand reageert onder mijn video. Ik zit een beetje te wachten op de dag dat Gio's clickbait titel wordt. Ik ben mijn rijbewijs kwijt. Volgens mij zuipt die gast veel te veel en dan alsnog achter het stuur. Je ziet hem hier bier klappen in zijn eigen video voor dezelfde. Nog een pornstar Martini. Dat is echt zo niet waar. Ik zou nooit... Dat je dan toch wel echt een echte lul bent als je gaat blazen. Maar jij hebt niet... Jij doet... Nee. Maar daar zit allemaal tijd tussen toch ook? Ja, maar, en je mag twee drankjes. Ja, stel je voor je drinkt in 3 uur 1 pornstar en een biertje. Dan ben je echt totaal niet lam ook. Dat mag gewoon. Nee, maar jij mag sowieso twee. Ja, jij bent gevorderd op bestuurder. Dus ja, je mag twee sowieso, drankjes. Ja, ja, ja. Ik mag er 1. Ja, nee, ik zou echt never nooit, jongens, met drank achter het stuur gaan zitten. Dat zou ik echt nooit doen. Nee. En inderdaad, ik drink nee, gewoon 2 biertjes of zo. Ja, maar dat kan. Maar dat is gewoon, zeg maar, oh, pik. Dat lijkt me echt een nachtmerrie. Ja, als je dan stel, je rijdt iemand aan en je bent inderdaad gewoon, je hebt gezopen. Ja, maar er zijn echt mensen die dat wel doen, hè? Ja, ja. Maar dat nee, man. Dat, nee. Dat is mijn ding. Ik ben mijn rijbewijs kwijt. Ik heb te veel gezopen. Ja, maar ik denk dat ik oprecht gecanceld word dan. Ik denk als YouTuber daarmee gepakt wordt, dat je oprecht gecanceld wordt. Waar moet iemand doodrijden? Nou, dat sowieso. Ja, ik dacht al. Alleen het feit al... Dat je gepakt bent met alcohol. Ja. Ja, dat weet ik niet. We kunnen testen. Ja, zullen we ons nu klem zuipen? Ja, en dan met een vraag echt tering hard scheuren. Nee jongens, dat moeten we allemaal niet doen jongens.
niet drinken en rijden. Dat is niet verstandig. Ik had het er volgens mij gisteren nog over, of eergisteren, dat mijn stomme gewoonte is dat ik altijd zonder jas de deur uit ga. Doen we het weer? Ik heb het ook altijd. En nu allebei weer? Ja. Oh. Niet handig, hé. Is ook wel een dikke kleur. Ja, die staat ook vaak in krimpen, man. Ja, mooie kleur. Beetje groenig, bruinig. Beetje kleur als mijn kak. Groenig, bruinig. Is haar kak groen? Nee, eigenlijk niet. Maar wel een beetje bruinig. We zijn nu bij de Guard winkel en ik heb even een truitje aangetrokken. Maar hij is een beetje groot. Ik heb dus gisteren een Olaf jas aan Gio gegeven. En hij is heel ondankbaar. Nee, ik heb nog niks. Ziet hij weer een andere jas uit te zoeken? Beter of niet? Wat een pannenkoeken. Doe je dat altijd? Dat je een cadeau krijgt van vrienden, dat je vervolgens het niet gaat dragen en een andere jas gaat kopen? Echt heel ondankbaar. Ik vind het... Ik ga hem wel dragen. Ik ga hem wel dragen. Echt waar, ja. Het draagt je emotioneel. We zijn nu bij Kop van Zuid, jongens. Maar dit blijft ook zo lijp altijd. Zo'n cruiseschip. Het ziet er zo gek uit altijd. Ja, we hebben Gio gevonden. Meneer, kunt u misschien commentaar leveren op het laatste nieuws over Athena? Kunt u hier iets meer over zeggen, meneer? We hebben bijna een relatie. Oké. Okay. En Wacht, ik zie Don de Jong. Ben je melig of zo, bro? We're back at the home of Gio. We zijn lekker naar de stad geweest en Gio die wilde blijkbaar ergens winkelen of zo. Hij moest spullen hebben, dus hij heeft een truitje gekocht en broeken en zo. Allemaal hartstikke leuk. Ik ben hier nu in Rotterdam, dus dan ga ik ook wel een beetje op zijn Rotterdams praten, toch? Wij zitten een beetje met een probleem en het is echt een wereldprobleem. Namelijk, wij willen heel graag wat eten, alleen we weten niet zo goed wat we willen eten. Gio zegt dat zijn kookstel kapot is, dus we kunnen eigenlijk helemaal niks. Ja, het kookstel is kapot, dus ja. Dat denk je toch, dat zeg je net? Nee, het is niet kapot, maar het is gewoon een rot ding. Ja, ik moet zeggen, toen ik hier woonde inderdaad en ik ging hem af en toe koken, het werkt niet lekker. Ja, gewoon verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk. Ja, shit, we moeten dus gewoon weer... Uit eten, ja. Nee, dat kan echt niet. Nou ja, oké. Ja. Daar zitten we, jongens, in de auto. We zijn even Jelle aan het ophalen, want we gaan uit eten. Wat een verrassing. Maar niet omdat we uit eten wilden gaan, maar het kon niet anders. Het kon niet anders, nee. Nee, het kon echt niet anders. Nee. Helaas. Ja, pindakaas. Ja. Hebben ze dat daar, denk je? Ja, nou, ik ben maar gaan rijden, aangezien Gio natuurlijk, zoals in de comments, altijd lam is. Echt, ik heb er net ook op gereageerd op die comment. Ze doen echt nergens op. Mensen zien jou aan voor een onverstand... Daar is hij. Oké, dan. We gaan Jelle negeren. Jelle, wat voor jas heb je aan? Een grijze Olaf jas, ouwe. Wat voor trui heb je aan? Ik heb vandaag een groene Olaf trui aan. We hebben echt precies hetzelfde aan. Ja, echt? Wat voor fuck? Dit is echt... Heb je ook een blauwe broek aan? Nee. Wow, gelukkig. Dit is echt heel raar. Ja, dan komen zo die zaak, ben je altijd bruin haar. Ja. Oh, wat kut. Yo, Vin. Hey man, Jelle. Tering, toevallig. Hoe is het met Bo? Ja, geneuk, man. Kijk. Oh ja, Ella was ook chill, dus. Ja, hoor ik wel vaker, man. Ja. Hey, ho, Jelle. We hebben oprecht... Echt letterlijk hetzelfde. Oprecht hetzelfde aan. Ook dezelfde kleuren. Echt precies dezelfde jas. Ook precies dezelfde trui. Ja. Of ben ik net iets donkerder? Nee, dat is echt exact hetzelfde. Dat is onmogelijk. Pik, nou, hoe groot is de kans? Oh, nee, die ben jij wel donkerder, Vin. Ja, oh, beter. Nee, maar ik ben, zeg maar, donkergroen is voor koele mensen. Nou, daar zitten we helemaal gezellig. Kan jij misschien heel even stil zijn? Jongens, er komt straks een special guest, namelijk Danny van den Berg. Ja, die hebben we echt gemist. Kijk, wat gezellig. Hou van je bek. Nu heel even klaar, ja? Dit is je laatste waarschuwing, je moet nu echt ophouden nou. Anders ga je echt ook even in de hoek zitten. Ga jij anders maar even in de hoek zitten daar? Of ga even buiten, even nadenken wat je net allemaal... Weet je wat, draai je stoel maar even om. Ga jij maar even naar de hoek hier. Draai maar even om. Hij niet, hij mag niet. Het is klaar met jou. Oh, ik ga even lekker frisse lucht scheppen. Voel, het is binnen zo warm. Even lekker frisse lucht scheppen. Nee, ik wil rust. Even lekker frisse... Oh, Dan! Oh, ja. Oh, wat doe jij hier? Wat doe jij hier? Wat heb je doen? Hey broeder. Ik zag jou opeens. Mag ik ook even peukie? Doe dan. Nou jongens,
Wat vinden jullie ervan? Ik vind het roken zo vies. Doe je dan dat ook niet rookt? Serieus? Nou, oprecht kan je leuk doen, maar met ik rook... uitgaan? Ik rook nooit. Oh, dit is niet zo'n sigaretje. Ik rook nooit. Okay. Ga je mee naar binnen, Dan? Kom maar. Kom maar. Even dan. 1 minuut. 1 minuut. Je is voorzitter van de spullen. Danny. Hoe is je nou? Niet zo boos kijken gelijk, maat. Danny is zo'n naaktkat. Wat is dat? Oh, dat is gelijk kotter, hè? Naaktkat. Naaktkat? Ja. Waarschijnlijk als je op zijn hoofd uitzoekt, ze lekker warm. Oh, jongens, niet Danny pesten. Ik weet niet, heel de avond. Niet met z'n allen Danny pesten, dat is niet leuk. Hij heeft geld. Waar ik ook doe. Ik koop Vincent. Ja, jij loopt niet te twijfelen. Jij gratis bij, Teubens is gratis. Ik vraag... Wat is jouw net worth? Mijn net worth? 10.000. En de rest is de crypto, maar dat zit op me. Ja. Oh, crypto, ja. Zo weer gestegen, hè? Ja? Ik heb eigenlijk nog niet gekeken, man. Nee, echt niet. Jongens, ik heb ooit een domme fout gemaakt om best wel veel geld van mijn spaargeld in crypto te gooien. Dat ging toen... Dat... Veel is relatief, hè? Ja, maar goed, dat ging... Dat ging een tijdje goed en toen is het helemaal ingezakt, zoals jullie weten, waarschijnlijk een paar van jullie. Dus dat was niet best. We zijn weer terug thuis bij Gio. En ik ga even de spullen pakken die ik binnen heb staan. Dan ga ik lekker naar huis. En dan ga ik Ella ophalen. Want die was vandaag bij een soort van paarden-event. Met een hele show en zo. Dus die ga ik ophalen. En dan komt ze gezellig bij mij slapen. Hé, wat staat er toch mooi bij zo hier met het blauwe licht. Kijk jongens, ik weet niet of jullie het goed zien. Maar daar door de bomen zie je dat led. En dat is dat led van wat bovenop ons appartement zit. En dat is nu rood met wit. Omdat Ajax vanavond speelt. Dus elke keer... toen het Nederlands elftal speelde was de led helemaal oranje. En nu omdat Ajax speelt is het rood met wit. Ik dacht, leuk feitje, ga ik even vertellen. Wat ik net ook al zei, Ella die is bij een of andere paardenshow samen met een vriendin van haar. En het zou eigenlijk om 11 uur afgelopen zijn. En dat is nu, het is nu 10 voor 11, maar het blijkt om 11:30 afgelopen te zijn. Dus ik ga eerst even lekker langs huis, even mijn telefoon opladen en dan... Ga ik haar daarna ophalen. Het is tijd om Ella te gaan ophalen. Maar jongens, dit blijft echt zo vet. In de avond ook, jongens, dit uitzicht. Door de reflectie zien jullie het niet heel goed. Maar het ziet er zo dik uit altijd. Goh, helemaal als je zo aan komt lopen. Ik ga de auto instappen om Ella op te halen. Maar jongens, ik ben een partijtje moe. Ik weet niet hoe het komt, maar ik ben echt kapot gewoon. Het was trouwens echt toevallig dat Jelle gewoon precies dezelfde jas van Olaf aan had. En ook precies dezelfde trui. Nou oké, het was een net ander tintje groen. Alleen zeg maar in het donker zagen we gewoon precies hetzelfde uit. Hij had een spijkerkleurige broek of zeg maar een lichte spijkerbroek aan. En ik heb een zwarte aan. Dus stel nou ik had ook nog mijn lichte spijkerbroek aan gehad. Nou dan was het helemaal erg geweest. Hé hey, meisje. Meisje. Wij zijn weer thuis. Oh, ik dacht dat je dood ging spelen. Ik zeg zo, ik ga even de vlog afsluiten. Zeg ze, oké, ik ga dood liggen. Maar je zag nee, er nog best wel... Ik zei, ik wilde er niet op, zeg maar dat ik dood ben, zei ik. Oh, op die manier. Ze wilde er niet op. Het was vandaag weer een gezellige, drukke dag. Waarin we eigenlijk niet zoveel hebben gedaan. Maar het was toch heel erg gezellig en spontaan. Maar goed, dames en heren, jongens en meisjes. Vergeet niet te abonneren. En ik zie jullie morgen om 6 uur bij een nieuwe vlog. Later.